Ik ben Bas van Wakeren. Ik ben wethouder in de gemeente Hengelo. De bibliotheek is belangrijk voor de gemeente omdat het behoort tot de vier culturele kernvoorzieningen. En de bibliotheek is natuurlijk een organisatie, maar ook een plek waar mensen samenkomen. Waar mensen informatie kunnen opdoen, waar mensen kunnen lezen, maar ook worden cursussen gegeven. Mensen ontmoeten elkaar hier, maken afspraken met elkaar, kunnen informatie opvragen, krijgen informatie. Dus de bibliotheek is inderdaad voor de gemeente Hengelo een heel belangrijke plek voor de samenhang van de gemeente. Ik denk dat we door het digitale tijdperk dat de bibliotheek een heel andere rol krijgt. Mensen lezen minder boeken zoals ze hier staan, maar lezen boeken op hun iPad of op hun computer. Elk boek wat je in Nederland wil lezen, krijg je hier toegestuurd. Dus dat vind ik een geweldig mooi iets, dat je in je eigen bibliotheek ook boeken kunt lenen uit andere plaatsen in Nederland. Ik ben al jarenlang een trouw bezoeker van de bibliotheek. Ik wilde toen ik nog op de Atheneum zat, lang geleden bibliothecaris worden, maar goed, dat is allemaal heel anders gegaan. Ik kom elke zaterdagochtend in de bibliotheek. Ik lees heel veel, met name geschiedenis, dat is mijn grote hobby. Of ik leen dvd's en cd'tjes, die luister ik dan in de auto. Dus echt, de bibliotheek is voor mij een belangrijk onderdeel in mijn leven, zowel persoonlijk mogelijk als wethouder.